Het is tijd voor een verandering in Brussel. Tijd om de middenklasse terug naar Brussel te halen. Tijd om deze stad en vooral dan haar bestuurders verantwoordelijk te maken voor de gevolgen van hun eigen beleid. Samen met het wanbeleid heeft een beetje een moedeloos sfeertje zich genesteld in en rond Brussel. Een sfeer van fatalisme, van weinig geloof in eigen kunnen. En wij weigeren dit verhaal mee te schrijven. Wij willen deze stad opnieuw een toekomstperspectief geven. Weg van het gemoedelijk laissez-faire sfeertje van Brusselse bon vivant bestuurders met rode en bolle wangen. En weg van de moedeloosheid. Uiteraard moeten we in Brussel de bestuurlijke wanorde aanpakken en institutioneel hervormen. Spreekt voor zich. Over die bestuurlijke recepten zal trouwens het congres nader inzoomen. Maar ook hier is het een en-en verhaal. Het is en institutioneel bestuurlijk hervormen en sociaal-economisch hervormen. In aanloop naar ons congres hebben we verschillende studiedagen. Wij willen ons gewoon laten inspireren door mensen van binnen en buitenland die iets te zeggen hebben, die iets te vertellen hebben, die hun expertise hier ter beschikking stellen voor Den Vijaars. En vandaag denk ik weer een geslaagde dag, waarbij dat we misschien heel atypisch vooral mensen hebben gevraagd in het kader van stadsontwikkeling, die eigenlijk een boodschap hebben gebracht, allee, mag ik hopen, dat die zo is doorgekomen, namelijk van ja, in Brussel, yes, we can. Er zijn verschillende optimistische projecten mogelijk op het vlak van stadsontwikkeling. We hebben hier gezien in het buitenland dat er verschillende zaken zo zijn gerealiseerd, waar men met betrokkenheid van de burgers, van de bevolking, van de lokale gemeenschappen, erin geslaagd is om eigenlijk nieuwe zaken, plaatsen van ontmoeting te gaan creëren. Het is tijd voor verandering. En aan zo'n veranderingsverhaal willen wij ook in Brussel mee schrijven. Ditzelfde weekend verzamelt de Brusselse regering in Luik. Wij vinden Brussel een leukere locatie dan Luik, vandaar dat we hier hebben afgesproken. Maar in Luik gaat men naar verluid verder nadenken over de Brusselse variant van het Waalse Marshallplan. Wij vinden het vreemd, verbazend zelfs, dat de Brusselse regering Wallonië als stichtend voorbeeld neemt. Heeft Brussel echt nog meer PS-recepten nodig? Wij denken van niet. Zou het Brussels beleid niet beter kunnen gekruid worden met een Vlaamse aanpak in plaats van enkel richting Luik en richting Wallonië te kijken? Dat is alleszins ons voorstel. Ons voorstel is om het Brussels beleid Vlaams te kruiden. Want Brussel is van iedereen. En ja, wij willen besturen in Brussel. Wij willen deze stad er bovenop helpen. Wij geloven in deze stad en willen de Brusselaars er opnieuw in doen geloven. Wij willen de fierheid van de ketjes herstellen. En bij uitstek hier in Brussel is de kracht van verandering broodnodig. Deze stad, dit gewest, heeft een ommekeer nodig. Een wervend toekomstperspectief. Een stadsproject. Een project voor onze grootstad en voor onze hoofdstad. En geen hoogdravende Marshallplannen of masterplannen, maar een mensenplan. Een mensenplan dat in eerste instantie inzet op de leefbaarheid van de stad en het aantrekken van de middenklasse. Systematisch trekken veelal jonge, werkende mensen de middenklasse weg uit deze stad. Omdat het inderdaad moeilijk leven is in deze grootstad. Nochtans, de jonge, werkende middenklasse zorgt voor arbeid en voor consumptie. En dus voor het merendeel van de inkomsten. En wanneer die inkomsten wegvallen en de financiële middelen van de stad verminderen, wordt het leven hier nog moeilijker. Deze spiraal moeten wij doorbreken. En zoals Ben reeds gezegd heeft bij de inleiding, door deze stad aantrekkelijker te maken. Er is in deze stad, in deze regio, nood aan één visie, één aansturing. En er is ook nood aan politieke verantwoordelijkheid. Brussel is te lang de stad geweest waar iedereen bevoegd, maar niemand verantwoordelijk is. En dat moet stoppen. We moeten onze verantwoordelijkheid nemen en concreet de leefomstandigheden van de Brusselaar verbeteren. Een absolute voorwaarde is voor eerst een veilige en nette stad.
De Brusselse politiek correcte klasse wil de urgentie van deze problematiek niet zien. Alain Destex wees er onlangs nog op. Het status quo zorgde voor gelatenheid en voor laissez-faire, laissez-passer. Kleine wetsovertredingen toestaan is nochtans de kiem van grote delicten. Het lijkt daardoor dat je in Brussel meer kan mispeuteren dan elders. Verantwoordelijken bij de politie halen bijvoorbeeld aan hoe erg drugs gelinkt zijn aan criminaliteit en mede daardoor ganse wijken kapot gaan. Daarom moet men bij delicten onmiddellijk ingrijpen en lik op stuk geven. Er bestaat voor de mensen geen onderscheid tussen grote en kleine criminaliteit. Zij ervaren beiden even hard. Daarom zijn ook nette buurten belangrijk. Verloederde straten dragen niet enkel bij tot het onveiligheidsgevoel, maar ook tot de onveiligheid. Dat is de broken windows-theorie. Vooraleer we onze toevlucht nemen, en in toevlucht zit er ook het woord vlucht. Vooraleer we onze toevlucht nemen tot allerlei hoogdravende en zweverige masterplannen, willen wij inderdaad, zoals u deze ochtend al kon horen, eerst een mensenplan. We mogen nooit vergeten dat er mensen wonen in deze stad en dat ons beleid voor hen is. Het is alleszins zo, ik ben zelf ook Brusselaar, dat wij vastgesteld hebben dat de voorbije tientallen jaren veel mensen Brussel verlaten. En dat is vooral de middenklasse. En dat is geen goede zaak, want de middenklasse die zorgt voor consumptie, voor arbeid, voor jobs. En die middelen die hebben wij nodig om te kunnen investeren in Brussel. Dus het is belangrijk dat wij die middenklasse in Brussel houden en terugkrijgen. De N-VA... laat Brussel niet los. Vlaanderen mag Brussel niet loslaten. En N-VA wil het niet enkel uitroepen, maar het ook doen. Trouwens, voor velen is N-VA het enig alternatief om in deze stad echt verandering te krijgen. Dat zijn de signalen die ik dagelijks krijg vanuit alle lagen van de bevolkingen, vanuit alle taalgemeenschappen hier in Brussel.